bij Tiel aan tafel. Er gebeurt van alles in Tiel. Binnenkort gaan de Elstars optreden. Daar gaan we zo mee praten. Maar eerst ga ik praten met Pieter van den Burg van Artie Tiel. Welkom, Pieter. Hallo. Hallo. En Artie Tiel, wat is dat? Dat is eigenlijk een klein zusje of broertje van Jesse Tiel. Dat hebben we 3 jaar geleden zijn we de weg ingeslagen. Er moet eigenlijk iets de hele maand bij Jesse Tiel, want het is ook een maand. En om dat een beetje te verstevigen, dat de mensen ook Tiel een beetje weten te vinden. Daar ook nog andere leuke dingen doen dan muziek maken. En daar hebben wij gedacht van nou, dat zouden we eigenlijk iets in de kunst willen doen. En dat hebben wij nu uitgebouwd in Artie Tiel. En dat is een soort van kunstroute? Dat was vorig jaar een kunstroute. Dat doen we dit jaar anders. Dit jaar is het op 2 locaties. En waar de expositie dan is. En we hebben daarin verschillende mensen gevraagd om daar voor ons dingen te doen. We hebben bijvoorbeeld Peter Schipper gevraagd om, dat was het begin eigenlijk, van wat hebben mensen nu. De expositie die gaat kopstukken heten. En kopstukken, dat zijn dus eigenlijk portretten. Letterlijk? Letterlijk. En we hebben Peter Schipper gevraagd wat voor portretten heeft hier het archief nu, hè, of het museum, waarin wij, en van mensen die in de tijd dingen hebben gedaan. Iets betekend hebben. En dat zijn dan mensen die dus eigenlijk er niet meer zijn, maar toch wel in de eeuwen heen hier in Tiel hebben bestaan. Zo zijn wij, het oudste ding wat we hebben gevonden, dat is het zusje van Diederik Vijg. Dat is Diederik Vijg, we hebben hier het ambtmanshuis. Diederik Vijg was hier de ambtsman en dat is ook een soort rechter wat hij in die tijd was. En van zijn zusje hebben we een schilderij gevonden. Maar we lopen dan gewoon door de tijd heen en we hebben meneer Pension die een hele bekende schilder was in Tiel, die een aantal portretten heeft gemaakt. Maar we eindigen eigenlijk bij John van Buren. He, dat is de laatste bekende Tielenaar die dood is gegaan. En is dat een voorwaarde? Dat is de voorwaarde, ik noem het de dode lijn, dat mag eigenlijk niet, want dat is een beetje oneerbiedig. Maar mensen die in het verleden in Tiel, die eigenlijk niet meer leven. Dat heeft Peter Schipper, hè, want dat is de conservator van, of oud-conservator van het museum, hebben daarvoor gevraagd om een soort bouwstenen van Tiel, dat wordt ook op dozen, dat wordt ook gesponsord door meneer Adrie van Helden. Dus dat wil ik wel even zeggen, want dat is een man die het mede mogelijk heeft gemaakt. Dat zijn de bouwstenen voor Tiel vanuit het verleden. Daarnaast, daar zetten we tegenover, eigenlijk wat zijn nou de mensen die nu in Tiel dingen zo bijzonder maken. Dus we hebben Rafael Drent hebben we gevraagd van zou jij 80 à 100 portretten kunnen maken van Tielenaren die wij, of die in een, ja, we hebben een gezamenlijke soort lijst samengesteld van rond de 100 mensen. Waar hij dan gevraagd wordt om een portret van te maken. En dat is de imam van Tiel, dat is de burgemeester van Tiel, maar dat is ook een bekende zwerver in Tiel, dat is een politieagent, een bekende zanger. Maar het zijn ook mensen die uit Tiel al weg zijn en zo zijn we ook erop gekomen dat bijvoorbeeld de hoofdredactrice van de Linda, die komt ook uit Tiel en daar is ook een portret van gemaakt. Dus het gaat over en weer, hè? Maar ook Simon Tahamata, die uit Tiel komt. We hebben best wel wat namen. Fetja van Huet staat erop, et cetera. Ja. Dat wordt een hele bijzondere expositie van portretten. Dat is dus de tweede lijn. De derde lijn is dat wij met de plantage een aantal schoolprojecten gaan doen. Dat kinderen samen met een docent hun grootouders of opa en oma kunnen tekenen en schilderen met selfies en dergelijke. Dus we willen ook kinderen daar actief bij hebben. Dat gaat de plantage met scholen doen. We hebben ook Mia Verbeelen gevraagd om verhalen te vertellen. Dat heeft zij bijvoorbeeld heel mooi verhaal over Chassé. Generaal Chassé. Heeft in de oorlog met de Belgen wat betekend. Er is eigenlijk alleen maar zo'n stukje van zijn vlag en wat Spaanders zijn er overgebleven van zijn bombardement dat hij Antwerpen daar belegerde. Daar gaat zij een heel spannend verhaal over vertellen in het huis wat in de Kerkstraat staat. En als vierde component hebben we gevonden van het klooster. En daar komt een soort overzicht van portretten
kopstukken ook, portretten, die in de Nederlandse beeldende kunst toonaangevend zijn of die op dit moment heel inspirerend zijn. Dus dat is wat breder? Dat is een heel wat breder, ja. En dat is op het Nederlandse gebied, dus daar komen bekende namen in als een Philip Akkerman, die dus portretjes maakt en dergelijke. En die in de Nederlandse beeldende kunst vrij toonaangevend is. En waar komt deze fascinatie van jou persoonlijk vandaan? Want... Nou, dat heeft niet met mij persoonlijk te maken. Ja, het heeft gewoon ook met... Nou, natuurlijk, ik schilder zelf ook portretten. Dus dat is misschien de fascinatie. Maar het leuke is dat je Tiel een identiteit geeft. Dat mensen dus die in Tiel iets hebben betekend ook een gezicht geven. En dat vind ik heel erg belangrijk. Want ook voor de geschiedenis van Tiel. Van welke mensen hebben er nu aan bijgedragen wat Tiel op dit moment ja, is. Ja, hoe Tiel nu is. Ja, en ook niet alleen van dat hoeft dan een ambtman of een burgemeester te zijn of een politicus. Nee, dat kan ook een voetballer zijn, hè, zoals een Simon Taumaten. Maar ook een Jan van Dijnzen, die een hele belangrijke voetballer is. Dan zoek ik andere mensen weer tekort. Maar zo zijn allerlei mensen die in die maatschappij hebben geleefd en die daarin een stukje hebben gedaan. En die willen we nu een gezicht geven. Ja. En bijzonder. En waar gaat dit allemaal plaatsvinden? Waar kunnen we dit gaan bekijken? Wij hebben voor de expositie van de foto's van Peter Schipper, dat worden de oude foto's, de blokkendozen. En de foto's van Rafael Drent, dat gaat in de Damstraat 2. Daar hebben we een pand van de stad van Tiel voor ter beschikking gekregen. De hele maand november. En de andere, dus en dan bedoel ik van het klooster, dat is in het klooster. En het klooster is in de Agnietenstraat. Ja. En die gaat een week van tevoren open. Dus dat is in oktober al, eind oktober. En de expositie van de Damstraat, van de foto's van Rafael Drent, die opening is 5 november. En dat wordt door de schrijver van het Schnitzelparadijs, Marokkaanse schrijver, wordt die geopend. Nou, dat wordt dus behoorlijk spectaculair. Ja. Is dat dagelijks geopend? Dagelijks toegang? Nee, dat is niet dagelijks geopend. Dan moet je eigenlijk gaan kijken naar onze website van wat de precieze datums zijn. Maar het zal vanaf woensdag tot en met zaterdag en sommige zondagen. Dat weekend in november is wel, want dan is het koopzondag. Dus het eerste weekend, dan is het natuurlijk het hele weekend open. Maar je moet onze website Artitiel. Zeker even .nl in de gaten houden en dan komt men zeker eruit van ja, hoe laat dat men open is. Ja, nou de hele geschiedenis van Tiel krijgt dus een gezicht op die ja, manier. Dat willen we. Heel bijzonder, een bijzonder idee ook om inderdaad kopstukken als thema te kiezen. Ja, maar wij hebben, dat wordt wel eens vergeten, wij hebben bijzondere kopstukken. Mensen die in de Tweede Kamer hebben gezeten. We hebben ja, ook mensen die uitgezworven zijn vanuit Tiel. Ik weet niet of we hem op de foto krijgen, maar we hebben een hele bekende een man die een butlersopleiding heeft opgericht. En met bijvoorbeeld de Amerikaanse president heeft samengewerkt, maar ook met Kissinger. De minister van Amerika daar mee samen op de foto staan en daar allerlei dingen voor heeft gedaan. Dus wij hebben best bijzondere mensen in Tiel en dat mogen we ook best eens laten zien. Nou, en dat gaat dus nu gebeuren? Gaat nu gebeuren. Oké, dankjewel Pieter. Stars Muziektheater. Ze gaan binnenkort weer schitteren in de Agnietenhof. Bij mij aan tafel Floor Wolters en Nico de Groot. Nou, beide met hart en ziel betrokken bij deze productie. Ja. We zijn natuurlijk een tijd geleden al met elkaar gaan spreken over toen kwamen er nog audities en toen waren er workshops en ja, nu zijn we een fase verder. Hoe gaat het met Foxtrot, Nico? Nou, het gaat heel goed. Heel goed. Foxtrot. Ja. We hebben nog 53 dagen te gaan voor het 25 november is en dan moet het. Nee, gisteren was de dan mag het. Tweede. Dan moet het lukken. En dan moet het lukken. Dan mogen we. Dan ja. Mogen we. Gisteren was de tweede repetitie voor het orkest en de solisten en het koor waren er gisteren ook bij. Dus dan wordt het lekker echt. En vanaf volgende week gaan we doorlopen doen. Dus gewoon om 7:15 beginnen met het hele stuk vooraan en dan alles dans, spel. En dan komen alle disciplines bij elkaar en dan gaat iedereen alles van elkaar zien. Ja. En tot nu toe, Floor,
Hoe gaat het? We hebben altijd bij de repetities van iedere musical heb je een moment dat je denkt van oh help, maar het komt altijd allemaal weer goed. Dus ik kan alleen maar zeggen, het gaat hartstikke goed. Ja, maar met hoeveel mensen zijn jullie nou aan het repeteren? Met 50 man. 50 mensen. Man. 50 mensen, ja. 50 mensen. En heb je het dan ook over de muzikanten of puur over de spelers? Nee, dan heb ik niet over de muzikanten. Dat zijn er dit jaar 11. Ja. Dus veel kleiner dan met de Pyjama Game. Maar we repeteren met 50 mensen en dat is verdeeld in een ensemble. Dus eigenlijk wat je dan koor zou noemen vroeger. Dat heet nu ons ensemble. We hebben dansers, movers. Dus het is heel mooi verdeeld. Dat is inderdaad zo. En Foxtrot is een bekend stuk geschreven door Annie M. G. Schmid, muziek van Harry Banning. Ja. Bekend, maar wellicht niet dat iedereen weet hoe dat verhaal gaat. Kun jij er iets over vertellen? Ja, dat kan ik. Ja. Foxtrot speelt in de crisisjaren 30 in Amsterdam, de grote stad. En Josien, een meisje van het platteland, Klaas Waal, komt naar Amsterdam en gaat daar op kamers. Want zij gaat cursussen volgen in de grote stad. Dus best wel hip voor die tijd eigenlijk. Ja, en haar vader gaat ook wel mee natuurlijk om te kijken dat ze in een goed, keurig jonge damespension terechtkomt. Hij wordt alleen in de luren gelegd door een oude vriendin van hem. En, Mathilde. Door Mathilde. En die zegt dat ze een jonge damespension heeft, maar eigenlijk is het een artiestenpension. Mm. En Josien ja, belandt daar en maakt op diverse manieren kennis met het leven van de grote stad. Ze wordt verliefd op de verkeerde mannen. Ze maakt niet zulke slimme keuzes. Maar uiteindelijk komt natuurlijk alles wel weer op zijn pootjes terecht. Ja, nou ja, goed. In de jaren 30, dus, hè, Floor, dat zijn natuurlijk wel de crisisjaren. Hoe vind je dat terug in het stuk? Nou, dat is eigenlijk heel grappig bij Annie M.G. Ze maakt een komedie. En dat zie je terug in de dialogen. Maar de echte jaren 30 sfeer zie je ook heel erg terug in de liedjes. Dus de muziekstukken die ze heeft gemaakt, samen met Harry Banning natuurlijk, die heeft de muziek geschreven. En wat je steeds ziet is eigenlijk van de ene kant de tralalala, de vrolijkheid. Hè, want de theaters zitten vol, de cafés zitten vol. En de andere kant voelt iedereen wel heel erg die dreiging. En dat zie je ook terug in de liedteksten. Dan heeft ze het over het fascisme, het nazisme, nou, hè, de hele... Hoe komt aan de orde? Ja. Ook de armoede, de steuntrekkers, de werkloosheid. Ja. Dus die ellende die komt heel cynisch, komt die wel steeds naar voren. Maar iedere keer weer onderbroken eigenlijk door het tralala gebeuren, de glans en de glitter. Nou, die vrolijkheid, daar hebben we een stukje van opgenomen tijdens de repetities. En daar gaan we nu naar kijken. Dat ziet er inderdaad hartstikke vrolijk en gezellig uit. Dat weet zij als geen ander natuurlijk te beschrijven, ja. Die Annie. Wanneer gaat dit nou allemaal gebeuren? Want jullie willen natuurlijk die acht niet of helemaal vol. Nou, dat gaat al heel voorspoedig, kan ik wel zeggen. 25 en 26 november spelen we in de acht niet of. Vrijdag en zaterdag. Ja, vrijdag en zaterdag. En de kaartverkoop gaat al heel erg goed. Dus wij zijn heel... trots en blij dat zo snel gaat al. Wat lekker. Ja. Ja, en de komende weken gaan dus gaan een hele hoop puntjes nog op de i. Ja. Zeker. Waar moet er nog het hardst aan gewerkt worden? Mm,
Ik denk overgaan, want we hebben ook een decor in twee verdiepingen. Het speelt zich af in een pension, hè, en daarnaast is een lunchroom en daarboven zijn kamers. En de spelers zitten soms dus in de woonkamer van het pension en lopen door de lunchroom naar hun eigen kamers, maar daarboven speelt dus ook. Ja. En daar hebben we eigenlijk nog niet kunnen repeteren in decor. Dus, dat is nog niet klaar. Dus, het is bijna klaar natuurlijk. Ja. Maar dus wanneer we op welk moment de trap op of af moeten, dat is nog wel even spannend. En wie dan waar is als de scène van boven naar beneden verder gespeeld wordt. Ja, dat wordt nog wel spannend. Okay, dan moet hard aan gewerkt worden door de solisten. En het ensemble moet nog heel hard werken aan... Nou, de muziek zit denk ik wel voor het grootste deel, denk ik. Maar het zijn altijd de danspasjes, hè? Die heel moeilijk zijn. We hebben wel een eigen ballet. Inmiddels hadden we bij de Pajama Game ook. En dat hebben we nu weer. Ja, want alles doen we zelf, hè? Ja, en de kostuums. Kostuums, de grim, de decor, de PR, posters, programmaboek. Ja, alles in eigen beheer. Succes en dankjewel. Ja, dankjewel. En dit was Tiel aan tafel voor deze keer. En graag zie ik u volgende week weer.